Suriname staat voor een enorme uitdaging indien het coronavirus in eigen land wordt vastgesteld. Dat zegt klinisch chemicus van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, John Codrington. Frans-Guyana heeft gisteren de eerste 5 gevallen van COVID-19, een variant van het coronavirus, genoteerd. Codrington waarschuwt dat het virus ook in Suriname kan binnenkomen. Hij wijst erop dat over dit virus nog weinig bekend is. Suriname is daarom afhankelijk van de ervaringen van andere landen waar het virus woedt. Er zijn volgens Codrington ook geen medicamenten tegen deze ziekte. Daarom is het van belang dat de autoriteiten de juiste maatregelen nemen en hierover breedvoerig informatie geven aan de burgerij. De hele wereld wordt daarmee bedreigd, waarom Suriname niet? We zijn geen uitzondering, dus mensen blijven reizen en ze kunnen misschien gezond binnenkomen omdat er een incubatietijd is. Als je vandaag besmet wordt, ben je niet morgen ziek. Dus je kan het vandaag hebben opgelopen in Nederland, opgelopen hebben in Amerika, opgelopen hebben in Frans-Guyana, want in Frans-Guyana zijn er nu ook al een aantal gevallen bekend, dat je met die mensen in contact was, het zelf ook niet wist, en dat je dan hier in Suriname komt en dat dan het begin is van het eerste geval in Suriname. Laat me dit ervan zeggen, we weten met z'n allen niet zoveel nog over het coronavirus. We weten wel dat er mensen doodgaan. We weten ook dat mensen genezen worden. Dus het is niet een doodsteek dat je dood zal gaan, maar er is wel een mogelijkheid. Je moet realistisch zijn. Er is een mogelijkheid dat als je het oploopt, dat je wel doodgaat. Dat is keihard de waarheid. Net zoals artsen wereldwijd het advies geven om zo min mogelijk lichamelijk contact te hebben, zo adviseert Codrington ook om lichamelijk contact zoveel als mogelijk te vermijden. Het virus wordt namelijk vooral van mens op mens overgebracht. Het is een keten, hè? En daarom is het zo moeilijk om het te controleren. Je bent ook afhankelijk van je buurman en je buurvrouw. En er hoeft maar één persoon er een grapje van te maken. En het zal ons allemaal kosten. Dus ja, we gaan op elkaar moeten toezien dat we gereed zijn. We leven natuurlijk in een andere tijd nu. Social media, dingen gaan heel snel. En dan kan je er tegen ingaan. Maar ik denk dat we ook die kennis moeten opdoen hoe we met social media om moeten gaan. Een grap erbij, ja, per sikide en per de lafoude. Dus mensen maken er ook grappen van. Ik zie dat mensen zeggen tegenwoordig geen handen schudden meer, maar met de benen elkaar of een boxside. Nee, ik til persoonlijk daar niet al te zwaar aan. Wat je wel moet doen is zorgen dat het geen een hype wordt die mensen onnodig in paniek brengt. Maar ik denk niet dat we moeten zeggen van maak er geen grappen over. You know, it's part of life. Klinisch chemicus van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, John Codrington, met wie wij spraken over COVID-19, een variant van het coronavirus. De kans is volgens hem groot dat het virus zich ook aanmeldt in eigen land. Belangrijk is dus dat Suriname zich goed hierop voorbereidt.